De verse groenten en fruit van Lidl tovert je elke dag iets gezond op tafel aan prijzen waar je vrolijk van wordt. Lidl, voor iedereen die telt. Ja, en blijkbaar word ik dan zo drie keer per nacht schreeuwend wakker. De lijzen, baten, zweet. Ja, nachtmerrie, dat is echt... Oh, jong, en wat zegt uw psychiater daarvan? Zoveel mogelijk stress vermijden. Hey, yo, the boys! Oei, dat wordt moeilijk, Christophe. Oh, allez, kom Bert, start een intro. Vanuit de kelders van het Nieuwsblad zijn dit de vrolijke plekken. Met een euro is alles duurder geworden. De banken, dat zijn dieven. Wanneer wordt ons loon gestort? Meneer, uw kortingsbon is net vervallen. Zeg, dat moet niet op factuur zijn. We regelen dat. Oeh, saldo ontoereikend. Ewout, de mensen zijn het beu om te veel te betalen. Al welke stof, wij gaan daar iets aan doen. Allee jongens, stress vermijden. En dan zeg jij deze week, Christophe, naar de meest stresserende plaats op aarde gegaan. Ah ja, je weet het, maar ja. Zo ben ik, hè. Alles voor dat extra bubergeld los te weken van de hoofdredactie. Ah ja. Want terwijl onze collega's daar op hun gemak naar, wat is het allemaal, Oekraïne trekken, het Midden-Oosten, persconferenties van de vooruitvoorzitter, zat ik waar de echte drama's zich afspelen. Aan de frontlinies van de retail. Voor de luisteraars, waar bevinden die frontlinies zich precies? Oh, heel diep in de tunnels van de Antwerpse Stadsfeestzaal. Oei. Ja, meer bepaald zo op verdieping min 1. En daar was ik persoonlijk getuige van. De slag om de action. Oei, was daar een bom ontploft of zo? Ja, wel, dat was mijn eerste gedachte toen ik daar binnenkwam, want eigenlijk lag alles daarover open. En het is zo, ja. En in sommige gevallen het cliënteel nog meer dan de winkel zelf. Had ik de indruk. Maar ja, kijk, er waren toch geen explosieven aan te pas gekomen. Er waren zelfs geen speciale promoties of acties. Dat was gewoon een doordeweekse middag in een doordeweekse action. Bomvol volgepropt mij. Enfin, dat zal ik de overlevende even zelf laten vertellen. Geld dus. Ja, maar soms veel te druk. Maar wel goedkoop. Dat is waar. Te rommelig. Ja, en dan komen jullie binnen eigenlijk waarschijnlijk voor één product en jullie komen naar buiten voilà, met een ander. Voilà. Ik heb shampoo gekocht en tandpasta. En zijn die echt goedkoper dan elders, denk je? Ik ga heel erg zeggen, heb je flauwde. Wat is dat allemaal? Ja, maar dat komt zakken niet voor wijn in te verpakken. Ja, voor en, de feestdagen. En vuilniszakken voor die composteren. Decoratie. Ah, decoratie, ja. Ja. Een fotoalbum voor mijn dochters, haar foto's van de zee. Oh ja, gewoon huisspullen, een beetje koekjes en drankjes, dat is het. Ik werk in de thuiszorg en een klantje had een cadeautje nodig voor iemand, dus geurkaarsjes. En pas op, weet je wat ik zo erg vind? Die schrijnende tafereel die speelt zich niet alleen daar in Antwerpen af, hè, maar over heel België. Ja, de action is echt razend populair. Hè? Dat is ongelooflijk. Dat is bijna zo populair als wij zelfs. Hè? Ondanks het feit dat ze veel meer vragen. Hè? Ja, dat is onvoorstelbaar. En overal is het van action hier en van action daar. Onze collega's Tom de Bak en Chris Nick, ja, beter bekend als de Foldervreter, die hebben er onlangs nog een stuk over gemaakt, hè, voor de krant. En daarin las ik dat de omzet alleen al in België de laatste 8 jaar gestegen was met 168%. Hola. Tot 1 miljard euro. $1 billion. 1 miljard? Echt, hè? Ik zie hier een zak van de Action vol spullen liggen, Christophe. Ik vermoed dat jij die omzet nog 50% hoger hebt gehad. Ja, dat klopt. Dat klopt, helaas. Want ik vroeg mij af, ja, kijk, iedereen beweert wel dat de Action spot goedkoop is. Maar is dat wel zo? Want ik ga daar nooit. Ik ook niet eigenlijk, nee. Dus ben ik naar daar getrokken, heb ik een willekeurige selectie van 5 wat ik essentiële actionproducten vond, gekocht. Ben benieuwd. En ik heb vervolgens geprobeerd om die ergens goedkoper terug te vinden. Ik ben zeer benieuwd, Christophe, of dat gelukt is. Maar misschien toch eerst nog een woordje van onze favoriete sponsor? Ja, want daar weten we al langer dat het daar goedkoop en goed is. Hè? Lidl, dat is de supermarkt voor iedereen die telt. En dus ook voor iedereen die zijn centen telt. Want bij Lidl zijt je altijd zeker van de hoogste kwaliteit aan de laagste prijs. En met de Lidl Plus-app kunt je nog meer besparen. Daar worden vrolijke vrekken zoals jij pas echt vrolijk van. Lidl, voor iedereen die telt. Ik ken dat ook zo, dat jaren 80-programma Hoger Lager met Walter Capio. Waar begin jij nu over?
Omdat we dat hier nieuw leven gaan inblazen, hè. Bert, hit it! Woehoe! Goedenavond allemaal, van harte welkom ons wekelijk rendezvous. Mijn naam is Christophe Capiot en het is tijd voor... Hoger Lager! Hoger Lager, dames en heren. Het spel waarbij we actionprijzen voorleggen aan twee kandidaten en hen vragen, ligt de scherpste prijs elders hoger of lager? Woehoe! En bij mij vandaag twee topkandidaten. Ewout, hier is 37, samen met Emma en papa van twee schattige zoontjes, Otis en Remus. Hallo! Zijn tegenstander, hij is al aan het klappen, is Bert, 40 jaar jong, samen met Rudy en papa van Nora en Roxy. Ja, Rudy is eigenlijk haar bijnaam, het is eigenlijk Ruud. Ja, dat had ze me gisteren al verteld. Wie van de twee wint vanavond onze mysterieuze prijzenpot? En wie keert met lege handen naar huis? Het zal van deze heren hun antwoorden afhangen. Wordt het hoger of lager? Dag Ewout, welkom in ons prachtig decor. Wat doe jij in het dagelijks leven? Ik werk voor de tweede populairste krant en ik maak daar de tweede populairste podcast. Oei, weer al maar tweede. En jij Bert? Ik heb een beroep dat niet zo frequent voorkomt. Ik ben podcastproducer. werkloos dus. Ideaal. Dan heb je veel tijd gehad om te oefenen. Ik wens jullie beiden veel succes, want hier is de eerste Action Essential. En we beginnen met 16 rollen toiletpapier van het merk Page of Page, wat zou het zijn. In ieder geval, het kost €5,99. Ik vraag jullie heren, ligt de scherpste prijs elders hoger of lager? De tijd gaat nu in... Ewout was eerst. En Bert heeft al een lichte polsbreuk, denk ik. Ewout, wat denk je? De beste prijs ligt elders volgens mij lager dan 5,99. Nee, Ewout, helaas. De beste prijs die we elders vonden is €6,59. Meer bepaald bij webwinkel Excentric, inclusief gratis verzending wel. Scherp geprijsd, Action. Hier met dat papier. Bon, klaar voor de tweede ronde, heren. Hier gaan we. Wat zit er onder het doek? Aha, 120 all-in-one vaatwastabletten van het merk Finish voor €15,98. Ligt de scherpste prijs elders hoger of lager de tijd? Bert heeft er zin in. Zeg het maar. Lager. Verkeerd gegokt, Bert. De beste prijs die we elders vonden was €16,98 op 123schoon.nl. Weer gewonnen, Action. Dat is zelfs geen fotofinish. Capio. Op naar item nummer 3. We hebben hier 1 liter Sanex Skin Protect Pure Clean douchegel. Te koop bij Action voor €3,99. Ik vraag jullie heren, ligt de scherpste prijs elders hoger of lager? Ewout. Ja, volgens mij ligt de scherpste prijs elders hoger. Dat is volledig juist. Aha. Want de tweede beste prijs vinden we bij Bol aan meer dan het dubbele zelfs. €8,32 per liter. Van een Bolwassing gesproken. Gaat het nog heren? Zien jullie het nog zitten? Ik sta nog op. Ja, ik heb toch een beetje lastig presentator. Komt allemaal goed, Bert. Ik voel het. De volgende Action Essential. Het Play-Doh feestpakket met 12 potjes confetti en glitterklei. Te koop bij Action voor €7,95. Ligt de scherpste prijs ergens anders, hoger of lager? Ah, weer te laat. Ah, die snelle Bert toch. Ongetwijfeld hoger, presentator. Bravo Bert, want inderdaad, op Amazon vinden we hetzelfde setje, maar voor 4 eurocent meer. 4 eurocent meer? Amazonie, hè, Jeff Bezos? Christophe. Rustig heren. Ik weet dat het spannend is. Dit is 2-2 en we gaan richting ontknoping. Twee blikjes Red Bull. In de Action kosten die samen... Ja, Ewout staat al paraat. €2,20. Ik moest de vraag nog stellen. Ja, dat was heerlijk. Dit is ongezien. Dat staat niet in de regels. Ik denk, meneer Capiot, dat ik de vraag al ken. Ja? Ja, voelt u dan mij aan als u het beter kan? Hè? Is de prijs elders hoger of lager? Oh, hoe kan die dan weten, hè, zeg?
hoger, ja. Een 10. Hoger, een 3. Rustig, dames en heren. Rustig, dames en heren. Ik weet, het is spannend, maar het antwoord moet van de kandidaat zelf komen. Ewout. De prijs is elders hoger. En dat is fout. En Bert krijgt het punt toegewezen. Ja, zo zie je maar. Alles kan bij hoger of lager. Want bij Colruyt betaal je slechts 2,06 euro voor twee blikjes Red Bull. Ik zou zeggen, tijd voor actie, action. Wauw, presentator, wat heb ik nu gewonnen eigenlijk? Haha. Bert, hou je vast, want jij krijgt speciaal van ons deze prachtige wielstuurhoes in luipaardprint. Een pièce uniek, artisanaal, aan de lopende band vervaardigd in de Volksrepubliek China. Te koop in Action voor 3,99 euro. En Bert, ik ga je de vraag echt niet stellen. Ja, maar wacht eens. Ik ben dat tegengekomen op Temu. Dat klopt. Dankzij de Chinese trackingtechnologie weten wij exact wat jij wil hebben voor 6 eurocent minder dan bij Action. En wat is nu 6 cent voor je privacy? Niks toch? Alsjeblieft, Bert. Dank u. Zo, beste luisteraars, dat was het weer. Ik zie je graag volgende week terug voor een nieuwe aflevering van... Hoger Lager! Ja, Christophe, dat is nu toch wel echt zot. Hoe kunnen die er nu zo goedkoop uitkomen? Ja, ik stond er ook echt van versteld, want ik dacht, ja, de Action, dat is zo, ja, een discounter, zo, alleen, zo, ja, een beetje gelijk kruidvat, zal ik maar zeggen. Ik heb zo het gevoel, als ik daar binnenkom, van, ja, hier zijn gewoon 9 containers uit China gelost ja, en eens exact. In de rekken gelegd. Gewoon ja, ja, ja. Ja. Ja, nee, maar ik heb daar echt best wat producten vergeleken met andere winkels en ja, 80% van de tijd was Action effectief goedkoper. Ik heb het dan echt wel over merkproducten, want ja, die huismerken natuurlijk, huismerken kunnen ze altijd verschillen. Hè. Maar als ik naar de Colruyt ga bijvoorbeeld, dan moet dat toch de goedkoopste zijn? Wel ja, dat dacht ik ook, maar er viel mij iets op toen ik die producten wou vergelijken. Ik heb er echt het hele internet voor afgeschuimd. Echt een hele avond en nacht. Je vindt diezelfde verpakkingen als in de Action bijna nooit terug in België of de ons omringende landen. Dat zit altijd zo ergens in Noorwegen of zo. Of in Slowakije. Ja, dat is heel gek. Nee. Het blijkt een tactiek te zijn. Dus zij hanteren niet dezelfde verpakkingen als de concurrentie. Daardoor is het zo moeilijk te vergelijken. Ja, ja, ja. En ziet Colruyt zich ook niet verplicht om mee te zakken. Ja, ja, ja. Voilà. Dus ze houden elkaar een beetje in stand op die eigenlijk manier. Eigenlijk is Colruyt niet meer de goedkoopste. En is het dan de verpakking alleen die afwijkt? Dus de hoeveelheid vaatwastabletten bijvoorbeeld dat erin zit? Of is het product ook effectief anders van samenstelling? Wel, dat hangt ervan af. Hè. Soms is het product lichtjes anders. Bijvoorbeeld, ik had daar een doos 120 Finish All-in-One vaatwastabletten. Die vond ik in dezelfde hoeveelheid enkel terug, ik geloof bij Kruidvat, maar dan zat er een citroengeurtje aan. Oké. Bijvoorbeeld. Oké. In andere winkels vond ik dan wel krak dezelfde vaatwastabletten terug, maar dan moest je ineens 240 tabletten kopen. Ja. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus one-on-one vergelijken tussen Action en andere winkelketens is heel, heel moeilijk. Het zijn eigenlijk unieke producten. Unieke producten, ja. Uniek. Het panter, uniek, het met gewoon hele containers, ja. Verscheept naar België. Dat klopt. Ja, uniek en je vindt ze nergens anders, maar is de kwaliteit dan wel even goed, denk ja, ik dan? Ja, de kwaliteit. Ja, natuurlijk, als we het hebben over zaken zoals vaatwasproducten. Ja, vaatwassen bijvoorbeeld, is dat even goed als het uit Roemenië komt? Ja, die moeten natuurlijk allemaal aan dezelfde normen en zo voldoen. Dus dat is allemaal geen probleem. Wat je natuurlijk wel ziet, dat is dat je daar enorm veel, naast die, zal ik maar zeggen, ja, essentiële producten, dat je dus ja, producten hebt zoals Bert, zijn fantastische... Een steering wheel cover. Oh, is dat toch mooi. Ik zie om daar wel mee rijden binnenkort, jongens. Nee, maar ja, wat is de kwaliteit ervan? Ja, dat we zullen het straks zien. Ik denk dat als daar heel blij mee gaat zijn. Als hij bij de eerste afslag verongelukt, zullen we het wel horen. Nee, maar kijk, die winkel ligt natuurlijk ook vol met snuisterijtjes, zullen we maar zeggen. Je kan dat zo noemen, je kan het ook gewoon brol noemen. Ik noem het brol, ja. Ja, voilà, ja. Ja, ik wou het nu een beetje verbloemd zeggen. Maar ja, kijk, dat is de aantrekkingskracht van de Action. Hè, want ik ga toch nog één keer de vraag stellen. Weet jij wat tegenwoordig de gemiddelde prijs is van een product in de Action, Ewout? Ik gok op 1,5 euro.
En wat denk jij, Bert? Hoger of lager? Ja, wat hoger. Anderhalve euro. Ja, het is een action, hè? Het is een action. Ja, maar Bert heeft gelijk, hoor. Het ligt hoger. Maar niet zo heel hoog, want de gemiddelde productprijs in de action bedraagt 2,2 euro. Dat is toch fantastisch? Dat is niet veel. Ja, ik denk trouwens ook dat de gemiddelde kostprijs van de inrichting is. Want het is echt wel een tamelijk schrale winkel. En het aantal minuten dat je het kan oplossen in water of zo waarschijnlijk. Ja. En dat is ook heel grappig. Zij hanteren overal ook hetzelfde beleid, qua verpakkingen en zo, maar ook hetzelfde interieur. Dus er zijn momenteel, ik dacht, even kijken, 2353 winkels in 11 landen. En je mag dus van Zelzate tot Bratislava gaan. De action ziet er hetzelfde uit. Thuiskomen een beetje. En misschien staan er in Bratislava wel Belgische producten, dat weet ik niet. Met stuurkovers met koeienleer in plaats dat kan, van panterleer. Zeg nog even over die 2,2 euro van dat juist, Christophe. Mm-hmm. Ja, je zegt inderdaad, er is een heel groot deel fast-moving consumer goods, zoals we dat in de marketing noemen, van shampoo, schoonmaakproducten en dat soort zaken. Maar er is ook een heel groot deel, wat je noemt, brol gewoon. Ja, dus die, de snuisterijen. Spotgoedkope snuisterijen, die heel snel de kar vullen. Die winkel is er dan toch zo ingenieus op gemaakt om gewoon het geld uit de mensen hun zakken te kloppen, nee? Ja, zo kan je het noemen, ja. Retail-expert Pierre-Alexandre Billet, die noemt het eigenlijk keihard inspelen op twee van onze basisbehoeftes. Hè. Eerst en vooral die impuls om te kopen. Dat heeft iedereen. Lage prijzen die werken dan natuurlijk in de hand. Ten tweede, het geeft ook een verslavende ervaring. Hè. Telkens zo'n opzootje van euforie. Nieuwe dingetjes kopen, nieuwe prulletjes kopen. En daar speelt Action wel heel goed op in, want elke week gooien die, zal ik maar zeggen, 150 tot 200 nieuwe producten, suistrijn of brol, zoals jij zegt, in de winkel. Ja, 150 tot 200 elke week opnieuw. Serieus? Elke week? Ja. Ongelooflijk, hè? Dus je hebt van die vaste klanten dat dan elke week naar de winkel gaan? Absoluut. Dat is een verslaving dan toch gewoon? Je moet die Facebookgroepen eens bekijken. Facebookgroepen? Er zijn heel veel Facebookgroepen over de Action. Over een Action? Over de Action, ja. Die heel goed bijhouden wat er allemaal te koop is en voor hoeveel enzovoort. En ja. We hebben hier een doos van Pandora geopend, denk ik. Ik zal u straks een paar links doorsturen. Ja, en hebben die ook weer Action, zo van die, ik weet niet of je dat gezien hebt, van die houten gegraveerde plaatjes met There's no place like home op? Ongetwijfeld. Echt al jaren. Ik denk dat... 20 euro in de lijst. Okay. Ja, ik denk daar 20 eurocent. Ik denk naast wc-borstel in de vorm van een giraf met hanekam of zoiets. Dus als ik die eigenlijk allemaal zo hoor, Christophe, zeg jij wel fan geworden van de Action? Halve fan, zal ik maar zeggen. Ja, ik weet in ieder geval, als ik naar de Action ga, en het is voor kuisproducten enzovoort, en ik zou nu fan zijn van A-merken, ik weet wel dat ik daar die gewoon kan kopen zonder te moeten nadenken van, word ik hier in het zak gezet of zo. Maar natuurlijk, maar moet wel van een andere brol afblijven. Dan moet het effectief ook wel bij essentiële producten houden en niet naar huis komen met zeven porseleinen popjes of een Boeddha-beeldje, ik zeg maar niet. Het is wel met een ingebouwde fontein, Christophe. Confessions. Ja, in Vrekke Confessions geven wij elke week inkijk in een niet zo vrekkige uitgave van een luisteraar. En deze week is dat luisteraar Evelien, die heeft ons gemaild. En amai, het is hevig. Het is geen action. Hallo, zegt Evelien. Na weken van twijfelen en prijzen vergelijken in een ingewikkelde Excel-tabel... Mooi. ...hebben we toch een skivakantie geboekt voor de tweede week van de kerstvakantie. Confession, we kozen niet voor de goedkoopste optie, vooral door de invloed van de niet-skier in het gezelschap. Hoe leggen we nu uit aan vrienden en familie dat we 5.930 euro betalen aan een week vakantie? Vol pension wel, inclusief skimateriaal, passen en lessen voor 2 volwassenen en 2 kinderen. Terwijl we ook nog een huis aan het verbouwen zijn. Ik kijk al uit naar een jaarovergang in de sneeuw, maar minder naar de kritische opmerkingen van onze naasten. Wij zijn geen naasten, hè? Nee. Maar ik ga toch een paar kritische opmerkingen geven. Evelien, hoe kan je dit doen? 6.000 euro voor een week en vooral, hoe kunnen wij ons eruit lullen? Ja, en sorry dat ik er al even tussen kom, maar ik vind het vooral pijnlijk voor Evelien haar man, want die wil duidelijk niet skiën, want anders had hij dat al lang gedaan hebben. Ah ja. En stel dat hij de helft daarvan betaalt. Amai. Dat is een zure zin. Dat is een moeilijke, Christophe, maar ik ben beginnen denken. En ik dacht, wat kost het nu
om die skipiste gewoon thuis te creëren. Want, welke skipiste? Van in dat resort? Ah ja, een Val Thorens bijvoorbeeld. Ik heb dat even opgezocht. 600 kilometer aan skipistes. Dat was gewoon. Ja. Kijk, Bert, uiteraard. Jetsetter. Verbaast mij niets. Als je nu nepsneeuw koopt. Ik heb even op Amazon gekeken. €7,76 per 2 liter nepsneeuw. Ja. In een kuub sneeuw gaan dus 500 keer 7,76 is €3,880. Ja. Voor een kuub nepsneeuw. Als je dat op 600 kilometer moet uittrekken, dan zit je op 3880 per kuub maal 600.000 meter. Dan zit je, hou je vast, 2 miljard 328 miljoen euro verder. Mm. Dus, allee, Evelien doet hier een deal van haar leven. Die scoort hier meer dan 2 miljard euro door gewoon op vakantie te gaan voor €5.900. You are such a naughty boy. Je ziet het probleem. Waar heb jij die nepsneeuw gegoogeld? Dat komt toch van de Action, hè? Nee, van Amazon dus. Wie weet. Ah ja, maar ja. Als ze bij de Action zou kopen, zou ze waarschijnlijk nog een stuk goedkoper uitkomen. Laat ons het hier even ophouden, want ik vind dat een schone 2 miljard winst, jong. Amai. Zeg. Moet misschien ook eens gaan. Zo wil ik ook wel op vakantie gaan, inderdaad. Heb je zelf een uitgave gedaan waarvan je denkt, hoe lul ik mij hieruit? Mail die dan door naar podcast@vrolijkevrikken.com en wij maken je leven gewoon beter. Ja, en elke week sluiten wij ook af met een extreme vrekkentip van een van onze luisteraars. En deze week is dat Els. En Els die heeft ons een heel lange mail gestuurd, zelfs met een recept erin. Amai, wat een mail. Ja, ja, ja. Proficiat met jullie podcast, zegt ze. Ik heb er al veel handige tips van opgestoken. Goed dat jullie het hebben gehad over het gebruik van azijn als wasverzachter. Maar ik heb nog een heel goede tip waar je veel geld mee kan besparen. Zelf je eigen wasmiddel maken op basis van Marseille zeepvlokken. Ma. Heb je dat ook in een Action? Of, Ik heb er niet op gelet. Ik was te verblind. Ik denk als je een kerstzalletje in het water laat liggen, dat dat Marseille zeepvlokken worden. Maar ze geeft je dan een heel recept en je moet dat dan koken en doen en een paar druppeltjes olie en zo verder. En dan komt ze op een totaal van amper 44 eurocent per liter wasmiddel. Hé, hey, dat is scherp geprijsd. Dat is zeer scherp. Als je dan bedenkt, zegt ze, dat bijvoorbeeld Omni Bianco wasmiddel met Marseillezeep meer dan 10 euro per liter kost, ja, ja. Het traumatische effect op 10 jaar laat ik aan jullie over, zegt ze erbij. Nog veel succes met jullie podcast, Els. Ik vind dit een geweldige tip. Misschien moet je het recept delen op onze Instagram of zo. Ah ja, ja, waarom niet? Of als mensen het willen, mail gewoon even podcast@vrolijkevrekken.com. En als je zelf ook nog een tip hebt, stuur die vooral ook door of via Instagram @vrolijkevrekken. Wij zijn nog steeds Christophe en Ewout en al jullie reacties of ultieme geldtips, die blijven welkom, bijvoorbeeld via @vrolijkevrekken op Instagram. Ja, slide maar in die DM's en lees ook elk weekend onze vrekkentips in Nieuwsblad. Zeg Christophe, zijn wij nu niet vergeten dat kan al tellen? Ja zeg, heb ik gewoon niet genoeg geteld met die actionproducten? Ah ja, dat is ook waar. Gelijk. Waarover gaan we het volgende week hebben, Ewout? Ah, wel, dat kunnen we nu nog. Die hadden we erin. Die hadden we erin. We gaan nu gewoon stoppen. Prachtig. Oké. Okay. Oh, jongen, we gaan dat er toch echt niet in laten. Vrolijke Vrekken is een podcast van Nieuwsblad. De stemmen die u hoorde zijn van Christophe Bogaerts en van mezelf, Ewout Huismans. De productie is in handen van Bert Heijvaart. En aan de knoppen zit onze monteur van House of Media. Bij het maken van de stuurmiehoes van Bert werden geen echte luipaarden geveld.